Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In Nederland is veel bewolking aanwezig en ook vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Maar het is op veel plaatsen droog. Lokaal kan nog een enkele lichte bui vallen. Soms klaart het op en in de opklaringen daalt het kwik vannacht naar 7 tot 9 graden. En lokaal is dan kans op mist. Maar blijft het bewolkt, dan ligt het kwik rond een graad of 10. En er staat niet meer dan windkracht 2 tot 3 vanuit het zuiden. Morgen begint de dag eerst met lokaal mist of nevel, maar in de loop van de dag krijgt vooral in de middag de zon iets meer ruimte. Maar de wolken overheersen, het is wel droog en de kwik ligt tussen de 13 en de 15 graden. Ook vrijdag blijft het overwegend bewolkt met in de ochtend kans op mist en 's middags misschien een beetje ruimte voor de zon bij een temperatuur van 14 tot 16 graden. Zaterdag dan krijgt de zon meer ruimte, maar ondanks de zon gaat het kwik naar beneden naar 13 tot 14 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.